Gent 2020, dat betekent alvast dat het smelten van de poolkappen op dat moment nog niet zo ver gevorderd zal zijn dat enkel de Hollandse migranten in onze stad nog met hun neus boven de leien de Schelde en de Lieve uitsteken. Er werden een aantal toekomstvisies en vragen geponeerd. Er werd me ook gevraagd wat voor dromen ik had en ik wens gewoon te reageren op die toekomstvisies wegens mijn nuchtere West-Vlaamse afkomst. 1. Is de Veldstraat in 2020 nog een winkelstraat? Dat hangt natuurlijk van de koopkracht af. Maar ik denk dat de Veldstraat in 2020 meer dan ooit een winkelstraat zal zijn. Met name volledig, tot op de millimeter, dezelfde winkelstraat als de Nieuwstraat in Brussel, de Meir in Antwerpen, de grootste winkelstraat van Amsterdam, van New York, de grootste winkelstraat van Calcutta, die van Buenos Aires, Parijs, Frankfurt, Londen en Utrecht. Toeristen zullen het heerlijk vinden dat ze in de Veldstraat net dezelfde winkels zullen terugvinden, met net dezelfde producten aan net dezelfde prijzen. En dat zal onze Veldstraat even uniek maken als de winkelstraten in alle steden ter wereld. 2. Zijn er nachtvluchten op de Bourgooien in 2020? Ik ben verleden week gaan wandelen in de Bourgooien en ik vind ze prachtig. Alleen jammer dat ik er niks van kon zien omdat er zoveel mensen waren. Op een bepaald moment zag ik twee vogels landen met een verrekijker rond hun nek. En ze gingen in een van die kijkhokjes zitten. Ze richtten hun verrekijker op de waanzinnige meute bezoekers. En ik hoorde ze zeggen tegen elkaar, ze zijn vroeg terug hè, dit jaar van de warme landen. Dus ja, er moeten nachtvluchten komen op de Bourgooien, zodat er ook 's nachts wandelaars kunnen worden aangevoerd. Zodat de Bourgooien werkelijk ten volle kunnen worden benut. 3. Zwijnaarden onafhankelijk in 2020. Dat zou mij niks verwonderen. En als ze het zelf niet aanvragen, dan zullen we hen verplichten. Ik denk trouwens dat afsplitsing een rage wordt. Na de opsplitsing van België in Wallonië, Vlaanderen en Brussel worden daarna alle deelgemeenten onafhankelijk. Daarna worden de wijken onafhankelijk. Sint-Amandsberg scheurt zich op in Sint-Amandsberg en Sint-Amandsdal. De Brugse Poort scheurt zich af van Gent, het Silliskest, Gent Binnenstad, het Paterzol, de Muiden, de coupure links en de coupure rechts. Daarna komt er volgens mij een afscheuring binnen de wijken. De Brugse Poort split zich op in Brugse Poort Bevrijdingslaan en Brugse Poort Rooigem. De coupure rechts stoot de coupure extreem rechts van zich af. Het miljoenenkwartier splitst zich op in het miljardenkwartier en het chique auto voor de deur van mijn groothuis maar binnen confituur op de boterhammetjes en plastieke tuinstoelen van de Brico-kwartier. Uiteindelijk zullen gezinnen zich ook opsplitsen en verwacht mag worden dat de scheidingsgolf zich in zoverre doorzet dat burgemeester Termont uiteindelijk zichzelf zal splitsen in het gebied rond zijn hoofd en het gebied rond zijn buik. Twee gebieden die trouwens groot genoeg zijn om levensvatbaar te worden geacht. 4. In 2020 wint de laatste arme van Gent de lotto. Dat was een stelling. Dat zou mij persoonlijk verwonderen. En niet enkel omdat de lotto momenteel zijn krasbiljetten zo drukt dat er niet gewonnen kan worden. Deze stelling gaat uit van het feit dat er nog armen zullen zijn in Gent in 2020. Aan het tempo waaraan de aankoop- en huurprijzen van de huizen in Gent de laatste jaren zijn gestegen, lijkt mij dat sterk. Hoewel er met de stijging van de levensstandaard in Gent Centrum natuurlijk ook een stijgende nood zal zijn aan onderbetaalde illegale poetsvrouwen en au pairs. 5. In 2020 is de miljoenste bewoner van Gent migrant uit Bavikhoven. Weer twee veronderstellingen. In 2020 zijn er 1 miljoen inwoners in Gent. Als ik de Bourgooien van verleden week zondag bekijk, dan denk ik dat we daar niet zo heel ver meer vanaf zitten. Dat is wel op voorwaarde dat na de nieuwjaarsreceptie de politie voortaan in de feestzaal mag blijven slapen en niet meer zelf naar huis mag rijden. Een migrant uit West-Vlaanderen nemen lijkt mij een prima idee wegens de werkkracht, nuchterheid, bescheidenheid, doorzettingsvermogen, vriendelijkheid en creativiteit van mensen met West-Vlaamse roots. En ook de neiging om te applaudisseren op flauwe West-Vlaams nationalistische grappen. Bavikhoven, dat lijkt mij dan weer een minder goed idee. Dat is de hometown van Wim Opbroek. En als er in Gent op dat moment al 999.999 mensen wonen, dan moeten we misschien wegens plaatsgebrek een tengerder gebouwd exemplaar laten overkomen. 6. In 2020 stopt een uitvinding van Gentse studenten de opwarming van de aarde. Ik ben verleden week nog op donderdagavond door de Overpoort gefietst en het lijkt mij dat de Gentse studenten op dit moment iets meer bezig zijn met het tegengaan van de uitdroging van de aarde. 7. Gentse waterzooi eindelijk erkend als UNESCO Werelderfgoed in 2020. Als dat betekent dat ook Jeanne Bervoets wordt erkend als UNESCO Werelderfgoed, dan hoeft het voor mij persoonlijk niet.
UNESCO Werelderfgoed wordt namelijk heel goed beschermd en onderhouden. En ik zou het jammer vinden dat Gijn kansen tot natuurlijke aftakeling worden ontzegd. 8. In 2020 is er alleen nog pleziervaart in de Gentse haven. Dat lijkt mij een goed idee. Wij, rijke binnenstadbewoners, zullen zeker een steeds grotere nood hebben aan de ruimtes voor onze plezierbootjes en yachts. Overdekte ruimtes om onze 4x4's te kunnen parkeren, dat zou ook fijn zijn. Maar ik geloof dat daar in de havenzone in de toekomst wellicht mogelijkheid toe zal zijn. Met de crisis in de automobielsector moet er hier en daar waarschijnlijk een Volvo-gebouw vrij kunnen komen in de toekomst. 9. In 2020 wordt de Gentse feestenzone bij een referendum teruggebracht tot Sint-Jacobs. Ik vind een referendum tamelijk veel gedoe. Gent heeft daar een moeilijke traditie in, ook in de referenda. Bij een vorig referendum dacht de Gentenaar dat er werd gevraagd: moet er een ondergrondse parkeergarage komen onder het Brownplein? En toen antwoordde de Gentenaar nee. Uiteindelijk bleek de vraag te zijn: moet er een Brownplein komen? Het duurde 10 jaar voor het stadsbestuur doorhad dat ze een andere vraag had gesteld en voor het Brownplein er uiteindelijk toch kwam. Eenvoudiger procedé van volksraadpleging lijkt mij het volgende. Daniel Termont loopt rond op de Gentse feesten. Eerst telt hij hoeveel mensen er zijn in totaal. Daarna vraagt hij aan elke bezoeker van de Gentse feesten of de feestzone moet teruggebracht worden tot Sint-Jacobs. En zo weten we de wil van het volk. 10. In 2020 veegt elke Gentenaar 1 dag per maand voor de deur van de buren. Dat vind ik persoonlijk een zeer goed idee. Ik wil wel graag duidelijke afspraken over welke dag dat dan is, dat ik goed weet wanneer ik moet beginnen sluikstorten voor mijn eigen deuren.